Lex, zullen we even beginnen met die goal? Ja, daar heeft iedereen het over, hè? Ja, dat was een fantastische goal. 3-4 schijven, de vrije trap aan de rechterkant wordt snel genomen. Ik zie dat Geraldo oogcontact met mij heeft. En ja, ik loop eigenlijk de 16 in, omdat bij Feyenoord eigenlijk niemand oplet. En ik geef die bal laag voor. Nou ja, daar wordt eigenlijk niet van geprofiteerd en die bal valt eruit op de 16. En vanaf dat moment begint het eigenlijk. Dat ik voor mij een gevoel had dat ik echt in een FIFA-game zat. Ja, het ging zo snel en het was over 3 schijven en die bal lag ineens rechtsboven in het hoekje. Ja. Is dit de mooiste goal die jij ooit in een stadion gezien hebt? Nou ja, ik mag toch mijn eigen goal mag ik toch niet op plek 2 zetten, hè? Tegen Utrecht toen de tijd thuis. Maar nou ja, dit schaar ik wel in een rijtje, een van de mooiste goals die ik heb gezien inderdaad. Ja. Top 3 houden we het dan op? Ja, dat is goed. Laten we dat maar doen. Dan word jij man of the match, krijg je een mooie fles champagne. Gaat die nog op voordat de avond is? Of? Nou ja, ik heb gisteren een fles wijn kapot gegooid, dus dat compenseert weer. Dus nee joh, hij gaat lekker mee naar huis toe. En ja joh, weet ik dat. Misschien zuip ik hem vanavond wel op.